Het First Race is het roeievenement voor Alzheimeronderzoek. En u kunt meedoen. Ja, stap in die boot met uw kennissen, uw sportmaatjes, uw vrienden of desnoods met uw familie en roei die 8 kilometer. Dat kan zowel op water als in de roeimachine. Houdt u niet van roeien? Geen probleem. We hebben ook nog een andere oplossing. Ja, want wist je, Roel, dit jaar kun je ook hardlopen. 1 of 2 rondes van 5 of 10 kilometer rondom de baan. En dat is leuk, want zo zie je ook nog eens de roeiers in actie. 1 op de 5 mensen krijgt last van dementie. En is Alzheimer natuurlijk de meest bekende. En hoor ik je thuis denken, ah, dat is een ziekte voor oudere mensen? Helaas, dat is niet waar. Regelmatig komt het voor dat mensen voor hun 65ste levensjaar al last krijgen van dementie. Laatst nog is iemand opgenomen, hier zo in het Erasmus en behandeld. En die persoon was pas 32 jaar. Wetenschappelijk onderzoek naar deze ziekte is de enige weg naar een oplossing. In het Alzheimer Centrum Zuidwest-Nederland in Rotterdam wordt onderzoek gedaan naar de onderliggende oorzaken. Voor dit belangrijke onderzoek is natuurlijk geld nodig. En daarom gaan roeiers en hardlopers samen de strijd aan om zoveel mogelijk geld binnen te halen. Ja, en wilt u een donatie doen of wilt u meer informatie? Dan kijkt u gewoon op www.hetfirstrace.nl of op de Facebookpagina. Dat heet ook Het First Race. En wilt u gewoon meer informatie, dan kunt u ook gewoon mailen naar info@hetfirstrace.nl. Wij doen mee aan de strijd tegen Alzheimer. Jij toch ook?